De acties bij de Surinaamse Waterleiding werknemersorganisatie zijn nog gaande. Vandaag verzamelden wederom een aantal werknemers van de organisatie zich bij het gebouw van de vakcentrale C47 aan de Johan Adolf Pengelstraat. Bondsvoorzitter Dwayne Cairo was niet te bereiken voor een reactie. Op het moment dat onze nieuwsdienst polshoogte nam, was de voorzitter niet aanwezig. Uit een gesprek met enkele bondsleden en een lid van het bestuur, die anoniem wensen te blijven, was de voorzitter in onderhandeling met vertegenwoordigers van de autoriteiten. De werknemers wachten volgens het bestuurslid het resultaat af van de onderhandelingen. SWM-werknemers zijn sinds maandag in actie en de acties werden gisteren verscherpt met productiemedewerkers die ook het werk neerlegden. De leiding van het bedrijf blijft de watervoorziening naar de gemeenschap garanderen.